Goedendag, fijn dat u weer kijkt naar GPTV. De toekomst van het noodlijdende warenhuisconcern Vroom & Dreesman is nog erg onzeker. Er zijn meerdere partijen die interesse hebben in het bedrijf, maar het is nog niet duidelijk of dit leidt tot een doorstart. Mocht het warenhuis opgeheven worden, dan zal dit voor een flinke verandering zorgen voor het aangezicht van het Leeuwarders centrum. De meeste Leeuwarders weten niet beter dan dat het warenhuis altijd aan de Nieuwstad heeft gezeten. Ja, de positie van V&D in Leeuwarden is natuurlijk een heel oud al. Hè. Historisch sinds het begin van de 20e eeuw gevestigd. Er zijn mensen die vanuit de provincie speciaal naar V&D in Leeuwarden komen. De positie van V&D hier is heel sterk. Ja. Dat zal dan ook betekenen met wat voor doorstad ze het wel uit hun hoofd laten om Leeuwarden aan de kant te zetten? Ik schat in dat als een deel van de warenhuizen van V&D een doorstart maakt, als dat gebeurt, dat V&D Leeuwarden daar zeker bij zit. Juist omdat het in deze regio zo'n sterke functie heeft. Hetzelfde geldt ook voor steden als Groningen, ja. Assen waarschijnlijk. Er zijn meer van die plekken waar V&D groot is. Er is ook maar één Vroom & Dreesman op heel veel inwoners. Ja, daar zal ongetwijfeld naar gekeken worden. Er is hier in Friesland één Vroom & Dreesman op 650.000 inwoners. Ja. Toch moet u het als binnenstadmanager toch wel een beetje zeer doen dat instituten als Vroom & Dreesman en een aantal schoenen en andere grote ketens steeds meer de binnenstad verlaten. Ja, we zien een aantal jaar geleden zagen we dat vooral de aanloopstraten, hè, de wat perifere straten van de binnenstad het moeilijk hadden. Daar is inmiddels al een hele transformatie gemaakt. Hè. Daar gaat het beter, hebben we ook het idee. Hè. Het Nauw zit vol, de Peperstraat zit vol, Sint-Jacobstraat, Kleine Kerkstraat. Allemaal goed gevuld met zelfstandige winkeliers. De laatste twee jaar zien we dat ketens het heel erg moeilijk hebben. En dat daarvan een hoop op dit moment omvallen. En dat zorgt ervoor dat je in het hart van je winkelgebied gaten krijgt. En daar moeten we wel wat mee. Daar zijn we ook mee bezig hoor. Die vallen niet voor niets om. Het winkelend publiek wordt ook anders. Als ik even kijk naar de centrale hier in Leeuwarden en meer in de provincie, andere winkelcentra, dan doen die het supergoed. Ja, dat is altijd maar. De uitstraling is dat het daar heel goed gaat. We weten allemaal dat bepaalde ketens die daar zitten het financieel ook heel moeilijk hebben en lastig hebben. We hebben natuurlijk een andere concurrentie gekregen in detailhandelsland. Die detailhandelswereld is heel hard aan het veranderen. We doen aankopen via internet sowieso. Nou is het zo dat als je kijkt naar winkelverkopen, dat slechts 5% van de winkelverkopen via internet gaat. Valt ook allemaal wel een beetje mee. Maar het is een optelsom van kleine dingetjes. Hè. We kopen ook in perifere plekken. We besteden ons geld ook anders. Hè. We hebben nu allemaal ook ons mobiele telefoonabonnement dat we moeten betalen elke maand. Hè, waardoor er voor winkelen gewoon ook minder besteedbaar budget overblijft. Het is anders. Dan heeft u natuurlijk niet een glazen bol waar u in kan kijken. Maar wat zou de oplossing zijn om die winkelfunctie te houden in de binnenstad? De oplossing is dat we het compacter maken. Dat we zorgen dat we nieuwe functies toevoegen aan de randen van de binnenstad. Zoals wonen, andersoortige bedrijvigheid en winkels naar binnen verhuizen. Daarvoor is het wel nodig dat er wat aan de huren gebeurt. Een pandeigenaar en een ondernemer die huurt moeten allebei hun geld kunnen verdienen in zo'n pand. Het kan niet zo zijn dat het voor winkels niet te betalen is en het daarom leeg staat. Dat is een situatie die we nu ook vaak zien. Mooi voorbeeldjes hebben we al. Ik heb al heel veel panden, ik neem even als voorbeeld Voorstreek, waar die heel mooi verbouwd zijn. Ja, dat pand waar Café Bentham vroeger zat, hè, dat is het meest sprekende, jarenlang een doorn in het oog geweest met zijn rotte kozijnen, is nu heel mooi opgeknapt. Het is wel een woonpand in wat van oudsher een winkelstraat was, maar daar komen we niet onderuit. Straten zullen toch meer een gemengde functie gaan krijgen en ik denk dat dat ook goed is. Even terugkomen tot slot op Vroom & Dreesman. Wat voor doorstart heeft u als stadsmanager, ziet u graag een volledig weer of gewoon de winkel opsplitsen, het andere winkelen, kleinere units erin. Hoe ziet u dat? Ja, het plan is al eerder ook gepubliceerd. V&D terug zou heel mooi zijn. Of onder een andere naam of wat dan ook. Maar het kan niet meer in de oppervlakte zoals het vroeger was. Het zal kleiner gaan worden met minder mensen. Maar een warenhuisfunctie in zo'n binnenstad als Leeuwarden hebben we echt nodig.